Mijn naam is Paul Rutgeerts. Ik ben maag-darmspecialist en gewone hoogleraar geneeskunde aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Mijn onderzoeksdomein is dat van de chronische ontstekingen van de darm, namelijk vooral ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Dit zijn beide chronische ontstekingen die voorkomen bij meer en meer jonge volwassenen in onze westerse populaties. Het onderwerp van ons onderzoek, het onderzoek van onze groep, is vooral de ontstaansmechanismen van deze ziekte. We zoeken ook altijd naar biomerkers die het verloop van de ziekte voorspellen en ook het antwoord op de therapie. En ook natuurlijk zijn we op zoek naar betere behandelingsmethoden, want de laatste 10 jaar zijn de behandelingen wel veel verbeterd, maar genezing zit er vooralsnog niet in. Wetenschap betekent voor mij dus beter inzicht te verkrijgen in deze bepaalde ziekte, maar altijd met als doel een verbetering van de diagnose en vooral van de therapie te bewerkstelligen. Het is namelijk zo dat de drijfveer van mijn onderzoeker vooral in bestaat van voor mensen die belangrijke beperking hebben van de kwaliteit van leven, een verbetering van de behandeling te bekomen. Ik ben Beatrice Gelder. Ik ben verbonden aan de Universiteit van Tilburg in Nederland en ook aan het Martinos Center for Brain Imaging en Harvard Medical School in Boston en in Cambridge. Mijn onderzoek, dan vooral van de laatste jaren, heeft zich toegespitst op emoties, op de neurofunctionele basis van emoties, met name gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal en uitdrukkingen van emoties in taal. En we doen dat onderzoek bij normale, neurologisch intacte mensen, maar ook bij patiënten met hersenbeschadiging, met lesies. En we hebben het ook uitgebreid de laatste jaren naar populaties met autisme en schizofrenie. Mijn wetenschappelijk motto is over de jaren heen eigenlijk een beetje hetzelfde geweest, namelijk als je in je onderzoek een antwoord vindt op een vraag, dan is dat antwoord eigenlijk maar interessant als het nieuwe vragen oproept.